ik ben Mika en wij zijn hier op Schaarsvoort, het Stationsplein in Aalten. En wij zijn hier om mensen te interviewen en vragen te stellen. Ik heb de plattegrond bekeken en ik denk dat we gewoon maar een beetje rond gaan kijken. Wat mij meteen opvalt is dat we hier ook wat te eten en te drinken krijgen. Gaan we even proeven. Dit is wel lekker hoor. Meneer, mag ik u 2-3 vragen stellen? Tuurlijk, jij altijd. Wat doet u hier op Schaarsvoorde, hier op school? Nou, dat is een goede vraag. Je had natuurlijk gezien dat we van het Gerrit Komrij College zijn. Dat is niet de Schaarsvoorde. Wat wij hier komen doen is laten zien dat wij binnen onze school een afdeling hebben waar je HBR kunt doen. Horeca, bakkerij en recreatie. En wat leerlingen bij ons doen is koekjes bakken, broodjes bakken, een mooi diner maken, een diner uitserveren aan gasten. En eigenlijk ook wat recreatieve opdrachten. Werken in een reisbureau en dat soort dergelijke dingen. Dat kunnen ze bij ons. En dat hebben ze hier op Schaarsvoorde niet. En daarom staan wij hier om vandaag onze school te promoten. Dus u bent zelf docent van bakken en zo? Ja, dat heb je goed. Ik geef zelf les aan de leerlingen die bij ons komen. En inderdaad, mocht er een leerling zijn die vanavond hier komt kijken, of een leerling die al op Schaarsvoorde zit, die dit heel erg leuk vindt, dan kan die inderdaad bij ons op school komen om dat af te maken. Ja. En jullie hebben dit ook allemaal zelf gemaakt? Nou, ik natuurlijk niet. Want als ik leraar ben en ik maak alles zelf, hebben mijn leerlingen niks te doen. Maar wij proberen inderdaad wel samen met leerlingen dat te maken. Dus als jij bakker wil worden, dan kan dat bij ons. En dan ga jij ook die producten maken. Ja. Dus dat is wat wij doen. Ja. Heb je al wat gehad? Ja. Is die lekker? Ja. Oké, nou super. Dan wens ik je een fijne avond. Meneer, mag ik vragen wie u bent? Mijn naam is Gerry Onk. En wat doet u hier op Schaarsvoorde? Wij zijn hier gevraagd om een stukje uitleg te geven over de opleiding wie na Schaarsvoorde komt. Dus als een leerling hier geweest is, 4 jaar in de opleiding is geweest, en ze willen eigenlijk deze mooie vakrichtingen in, dus de bouw, timmerindustrie of meubel- en interieurbouw, dan komen ze bij ons terecht. Dus ze doen hier alles met hout en zo en ze maken allerlei dingen met materiaal. Ja, zoals hier is een stukje voorbereiding op het vak wat ze na de tijd bij ons verder gaan leren. Ja, met hout. En wat kun je dan maken met hout? Je kunt eigenlijk heel veel maken. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een compleet huis maken van hout. Kijk eens naar houtskeletbouw. Dus dan maak je zowel de wanden als de binnenwanden en het dak helemaal van hout. Dat waren eigenlijk mijn vragen. Heeft u nog iets te zeggen wat ik nog niet weet? Nou, ik hoop dat de jeugd een hele mooie beslissing gaat nemen over een hele mooie vak en over de mooie toekomst die ze krijgen. Want er is schaarste voor de jeugd. Succes, hè? Bedankt. Succes. Ja. We zitten op Schaarsvoorde in Aalten. We doen hier de richting bouwen en interieur en dat is voor basis, kader en GTL. Ik heb gekozen voor deze richting omdat ik later iets in de interieur wil gaan doen. Ik heb gekozen voor deze richting omdat ik gewoon met mijn handen bezig wil zijn. En omdat ik het heel leuk vind om met hout te werken en later richting meubel maken wil. Ja, ja. Wie ben jij? Ik ben Matthew. Ik doe hier op school elektrotechniek. Ik zit in het 4e jaar nu. En het valt me goed. En wat doen ze hier in dit lokaal? Nou, dit lokaal is hier natuur- en scheikunde. En hier hebben we bijvoorbeeld een proefje met elektriciteit.
daar hebben we wat proefjes met crème maken. Maar natuurscheikunde is over het algemeen gewoon allemaal met chemicaliën en spul door elkaar heen. En heb jij voor dit vak gekozen of is het gewoon vanzelf gegaan? Ja, bij de landbouw, als je de richting landbouw kiest en natuurscheikunde of elektrotechniek, dan zit natuurscheikunde in het vakkenpakket. En daar, waarom heb je voor natuurscheikunde gekozen? Natuurscheikunde, ja, dat is interessant. En als je bij de elektrotechniek zit, dan is het ook handig om wel wat ervan af te weten allemaal. Dat was eigenlijk wat ik wil vragen. Mag ik je bedanken? Ja, dat mag. Bedankt. Zo, die is afgevallen. Geintje, dit is natuurlijk gewoon een skelet. Eigenlijk best eng, hè? Maar dit is het biologielokaal. Hierachter zie je runderharten. En dit is dus bij biologie. En ze doen dus allerlei dingen met dieren en mensen en skeletten. Dat is dus biologie. Zo. Nu mag je me wel weer loslaten. We gaan nu naar zorg en welzijn en we hebben iemand gevonden die daar heel veel over kan vertellen. Hallo, goedenavond allemaal. Ik ben Kim Bruggert. Ik loop hier al 2 jaar op school rond. Ik doe zorg en welzijn, 2 jaar nu. En ik ben binnenkort klaar met deze opleiding en dan ga ik iets anders doen. Ik ga jullie vanavond iets vertellen over wat we hier allemaal doen en wat je allemaal kan kiezen in dit lokaal en wat er allemaal gebeurt in de lessen en rondom. Ik zou zeggen, loop maar even mee. Nou, goedenavond allemaal. We zijn hier in het gedeelte horeca. In het vierde leerjaar ben je druk bezig met koken en met het dekken van de tafel. Hier leer je alles over eten koken, snijden, snijtechnieken en het serveren van mensen. Op de woensdag is het de bedoeling dat hier mensen komen van gezinnen die aan het koken zijn. De kinderen mogen zelf koken en wordt zelf geserveerd door de kinderen. Dus de ouders mogen hier lekker komen eten. Het kost €5 per maaltijd. Dan krijgen de ouders een voorgerecht, een nagerecht en natuurlijk een hoofdgerecht. En het wordt hier allemaal verzorgd door de kok en door de kinderen zelf. Oké, nou we zijn hier bij Scoop It There. Dat is ons maatjesproject. Dus de bedoeling dat de ouderen weer goed omgaan met de kinderen. We zorgen hiervoor dat de ouderen weer een beetje, bij de kinderen weer dichtbij komen. Zodat ze weer leren hoe de technieken op dit moment gaan. En ze gaan ook allemaal leuke dingen doen. Laatst zijn ze naar beeld en geluid geweest. Waarbij ze allemaal technieken uitproberen. Zodat ze weer een beetje in de technologie komen. En laatst hebben ze ook een speurtocht hiervoor gedaan met allemaal scootmobiels. Daarvoor hebben we deze scootmobiels. Deze hebben we vrijgesteld voor de ouderen, zodat de ouderen weer goed met de jongeren op pad kunnen gaan. Dat is ons doel. Dit was dus zorg en welzijn, ook de laatste locatie, want het is wel laat en ik ga naar huis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en nu een indruk hebben gekregen hoe Schaarsvoorde eruit ziet. Dus misschien tot de volgende keer.